Hallo, hallo allemaal. Assalamu alaikum en heel erg leuk en gezellig dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Zoals jullie kunnen zien ben ik niet thuis. Nee, ik ben op mijn eigen school. De hogeschool. Ja, en ik heb zelf geen les, want dat is allemaal nog online. Maar de school is wel open. En ik ben hier vandaag om meerdere redenen. Reden nummer 1 is dat ik lesgeef aan de eerste klasses. Ik geef Frans aan ze. En nou is het zo dat de onderbouw van de school waar ik stage loop, les heeft op mijn hogeschool. Nou ja, mijn. De school waar ik op zit. Dus dat is heel gek. Ik geef les op mijn eigen school. En de bovenbouw heeft gewoon les op hun eigen middelbare school. En nou ja, het is vandaag maandag trouwens. Het is 10:40. En om 10:55 heb ik afgesproken met twee leerlingen die een toets moeten inhalen. En ik dacht, nou, dat kan heel goed in dit hokje hier. Ik zit echt in zo'n hokje, zoals jullie kunnen zien. Er mogen 3 personen hier zitten. Dus dat komt goed uit. De leerlingen en ik. En dan laat ik ze die toets hier maken. In alle rust. Niemand is hier. Ik zit hier op de tweede verdieping. Het is echt ja, dood. Ja, er zijn geen studenten verder. Dus super chill. Voor de rest moet ik een les voorbereiden voor morgen. Coaching, oftewel mentoruur. En ik heb in het rooster gezien dat ik vanaf deze periode niet 3 kwartier les geef. 1 lesuur dus. Maar 1,5 uur. 2 lesuren. Kortom, een blokuur. Gelukkig weet ik al wel waar ik het over ga hebben. Want ik heb het de afgelopen keer gehad over werken en financiën, want ik geef coaching aan de derdejaars en een paar daarvan die zijn 14 en die worden bijna 15, een paar zijn al 15 en die mogen dus gaan werken en die vinden dat reuze interessant natuurlijk en ik kan daar een heleboel over vertellen omdat ik zelf werk. Meestal doe ik het zo dat ik een onderwerp in mijn hoofd uitkies en dat ik daar 2 à 3 lessen aan besteed. Dat hangt er even vanaf hoeveel ik erover wil vertellen, wat ik ze voor opdrachten wil laten doen, et cetera. Dus eigenlijk waarvan ik denk, nou, dat is nodig. En aan dit onderwerp heb ik dus al 1 les besteed. En ik denk dat ik er nog 2 lessen aan wil gaan besteden. Dus dat wordt hartstikke leuk. Maar goed, die les ga ik dus vandaag voorbereiden. En als ik nog tijd over heb, dan ga ik verder lezen in een boek dat ik moet lezen voor school. Voltaire, Candide. Dat boek heet Candide en is van Voltaire. Dus dat is heel lang geleden allemaal. Op zich best wel een interessant boek hoor. Ik had echt gedacht dat het een saai boek zou zijn van 100.000 jaar geleden. Maar op zich valt het best wel mee. En als ik dan nog tijd over heb, dan ga ik de les Frans voorbereiden voor woensdag. Want ik geef een blokuur Frans elke woensdag aan de eerstejaars. Dus ja, ik kijk wel eventjes hoe ver ik kom vandaag. Ik heb in ieder geval veel tijd. Ik heb dus alleen maar die 2 leerlingen die een toets komen inhalen. En voor de rest is de dag helemaal van mij. Nou ben ik mijn statief thuis vergeten. Echt super stom. Ik was me aan het aankleden en ik zag dat statief staan. En ik denk, oh ja, die moet ik meenemen. En wat ben ik uiteindelijk vergeten mee te nemen? Dat statief. Dus ik heb mijn camera nu heel onhandig op mijn cameratas staan. Ik heb echt zo'n cameratas, weet je wel, waar je alle spullen die voor de camera nodig zijn erin kunt stoppen. Maar ja, goed. Op deze manier kunnen jullie mij natuurlijk ook gewoon zien. Wat ik nu eerst ga doen, is dat ik die toetsen opzoek die die leerlingen moeten maken. Die moet ik namelijk even printen, want ja, anders kunnen ze hem niet maken. En wat heel handig is, die leerlingen werken ook online vanuit het boek, zeg maar. Dus het boek hebben ze zowel op papier als online. En ik als docent heb dan natuurlijk een extra blokje waarin ik de toetsen kan vinden, et cetera. Dus die toetsen, die zijn al ready om gebruikt te worden door de leerlingen. Of gemaakt te worden door de leerlingen, bedoel ik. Dus ja, echt het enige wat ik hoef te doen is even die toetsen printen. En voor de rest heb ik een extra oefening voor die kinderen gemaakt. En dat is deze oefening, kloktijden. Omdat ik wil weten ja, hoe ver ze daarin zijn. Nou kan ik jullie wel even laten zien hoe mijn scherm eruit ziet. De methode heet Grande Ligne, grote lijnen. En dan zie je hier mijn naam, Jasmina. En als je daarop klikt, nou, dan zie je niet zo heel veel bijzonders. Hier kan ik alle klassen zien. Zowel de bovenbouw als de onderbouw. En ik ga nu naar de onderbouw. Klas 1, VMBO GT HAVO 6e editie. Het is trouwens een gemengde klas. In de klas zitten kinderen die VMBO T hebben, HAVO en VWO. Dus het is echt een gemengde klas. Nou, en dan kun je hier kiezen uit welk hoofdstuk je maar wil bekijken. We zijn nu bij hoofdstuk 5, entre copains, tussen vrienden of onder vrienden. En dan ja, kun je hier gewoon per onderdeel oefenen. Dus regarder, lire, phrase clair, parler, grammaire, écrire, nou, et cetera. En ik ben natuurlijk docent, dus ik zie wat meer. En dan zie je hier de hoofdstuk toetsen. En wat heel fijn is, wacht, ik ga het eventjes opzoeken en dan laat ik het zien.
hoofdstuk 3 moeten zij inhalen. Kijk, dan zie je dat je twee versies hebt. Versie A en versie B. Versie A heb ik aan de rest van de klas gegeven. En die meiden, dat zijn twee leerlingen van mij, die ik dus vandaag die toets ga laten inhalen. Die maken hoofdstuk toets B. En die is net even wat anders dan hoofdstuk toets A. Nou, dan gaat hij hem downloaden. Hé, je ziet mij daar zo. Even kijken. Nou, en openen. En hij, Word is de laatste tijd heel raar. Dan opent hij niet. Of dan moet ik eerst hierop klikken voordat hij opent. En dan zie je hier de toets. En ik ga hem verder niet laten zien. Ik weet niet in hoeverre ik dat mag laten zien op beeld. Dus ik doe hem weer weg. Maar goed, dat is dus de toets. En die ga ik afnemen. Oh ja, en er zit ook een luistergedeelte bij. En ook dan zie je weer 3A of 3B. Nou, dan is het voor vandaag 3B. En dan doe je beluisteren en dan krijg je gewoon dit in beeld te zien. Goed, ik ga even een printer opzoeken. En volgens mij heb ik die hier wel ergens op de verdieping zien staan. Even kijken hoor. Ik ga niet heel hard praten. Want dat vind ik een beetje ongemakkelijk. Even zien. Nee, het is koffiezetapparaat en zo. Kijk, die heb je hier ook en allemaal kluisjes. Maar ik ben eigenlijk op zoek naar een printer. Yes, found one. Nou, let's go. Grapje. Ik dacht dus dat ik op de tweede verdieping was, maar dit is de derde verdieping. Ik dacht al, ik zit wel heel hoog. En dit is dus het uitzicht wat je dan hebt. Dat is het oude gebouw. En dit is dan helemaal eromheen gebouwd. Dat is zeg maar waar ik nu ook in sta. Cool, hè? En het is hier heel rustig, zoals jullie kunnen zien. Ik zie hier en daar wel wat studenten zitten. Ik keek eventjes naar beneden, want ja, ik zit dus op de derde verdieping. En je kan heel goed naar beneden kijken. Er zitten hier en daar wel wat studenten, maar echt niet veel. Dus super chill. Ik heb de toetsen klaargelegd voor de leerlingen. Zie? Daar ligt er eentje. En de andere leerling gaat daar zo zitten. En dan is het afwachten tot het 1:05 is. En het is over 11:04. Dus in die tijd kan ik lekker voor mezelf aan de slag gaan. Zoals jullie kunnen zien ben ik alweer buiten. De leerlingen hebben de toets gemaakt en ik kreeg echt heel erg hoofdpijn. Dat kan sowieso te maken hebben met dat ik aan het vasten ben. Dit is al mijn vierde dag dat ik aan het inhalen ben. En morgen begint Ramadan. Net op tijd. Lekker die 4 dagen ingehaald. En ik heb sowieso heel snel last van hoofdpijn, migraine, etc. Dus ik ben buiten. Lekker even luchtje scheppen. En ik wilde jullie dus heel graag iets laten zien. Maar dat kan helaas niet. Namelijk dit gebouwtje hier. Ik denk dat het komt door die hele toestand die je nu in de wereld speelt, dat je hier niet naar binnen kunt gaan. Want hier heb je namelijk de gebedsruimtes. En ook dus een soort mini-moskeetje. Super schattig, maar echt heel erg jammer. Ik had het al wel ergens verwacht. Maar ja, hopelijk kan ik het jullie in de toekomst laten zien, want het is echt heel erg leuk. Je hebt ook een ruimte voor mensen die boeddhistisch zijn, geloof ik, christelijk. Ik weet niet of er ook iets joods is. Maar in ieder geval, er is wel een islamitische ruimte. Twee zelfs, natuurlijk voor mannen en voor vrouwen. En je hebt zelfs een speciale wasruimte bij de wc's. Echt, dat wist ik niet. Daar kwam ik dus ook achter 2-3 maanden geleden. Of nou ja, wanneer mocht ik voor het laatst naar school? Nou ja, toen dus. Dus daar stond ik echt heel erg van te kijken. Maar ja, jammer. Ik ga het jullie echt een keer laten zien, inshallah. Het zit trouwens in een gebouwtje wat een molen is. Dit was eerst een soort ruïne. Maar ik ga jullie nu even laten zien hoe het eruit ziet van een afstandje. En er zit ook een grote vergaderruimte in. Die heb je daar, zeg maar. Daar zo achter. Daar heb ik zelf toevallig ook een paar keer les gehad. Super chill. Maar ze hebben het heel mooi gemaakt. Zowel van buiten als van binnen. Dus ja. Hey allemaal. We zijn inmiddels een dag verder. En ik ben op mijn stageplek. Alleen ik heb vandaag dus niks te doen op stage. Want normaal gesproken geef ik coaching. Oftewel mentoruur. Alleen valt dat uit omdat leerlingen toetsen hebben.
Dus ja, ik heb niks te doen verder qua stageopdrachten of zo. Maar ik heb wel iets anders belangrijks te doen. En dat is namelijk mijn mondeling herkansen. Om 10:50 en het is nu 9:55. Dus ik heb nog een dikke uur. En daar ben ik wel blij mee. Want in dat uur kan ik allemaal filmpjes bekijken op YouTube. Waarin mensen uitleggen. Nou ja, hoe je het beste zo'n mondeling kan laten gaan, zeg maar. Dus dat is echt heel erg handig, doe ik altijd. En ja, wel stom hoor, want ik heb dus een onvoldoende gehaald op mijn mondeling. Terwijl ik, vind ik, niet eens heel slecht ben in het spreken van Frans. Maar dat was op een dag dat ik ziek was. En ja, ik had dat mondeling en er kwam gewoon niks uit. Het was gewoon echt alsof ik net begon met de Franse taal leren, weet je wel. Er kwam gewoon niks uit, super stom. Dus dat lag daar vooral aan. Nou ja, jullie weten dat ik me nog steeds niet helemaal geweldig voel. Maar op zich gaat het vandaag wel. En dat komt ook omdat ik het niet heel druk heb. Sowieso deze week niet. Ik heb trouwens even op mijn rooster gekeken. En ik zag dat ik donderdag en vrijdag geen lessen heb. Dus als dat... Jeetje, mijn stem gaat de hele tijd bijna weg. Als dat klopt, dan ben ik eigenlijk best wel heel erg blij. Want ja, ik kan dan andere dingen doen natuurlijk in de tijd dat ik normaal gesproken lessen zou hebben. Maar goed, ik ben dus video's aan het bekijken van mensen die heel goed Frans spreken. Die gewoon Franstalig zijn, dat het hun moedertaal is, zeg maar. En die van alles uitleggen daarover. Dus ik hoop dat het mij gaat helpen en dat ik dit keer wel een voldoende haal, want ik heb hem echt nodig. Dat mondeling duurt trouwens een kwartier. En na dat kwartier ga ik denk ik naar mijn eigen school, de hogeschool. Want die is hier, nou ja, nog niet eens 10 minuten vandaan met de fiets. Ga ik daar eventjes chillen en mijn schoolwerk maken. En nou ja, dat is gewoon mijn omgeving. Love it. Oh ja, en nog iets leuks. Ik heb eigenlijk twee dingetjes die ik wil vertellen die heel leuk zijn. Nou ja, heel leuk. Ik heb vanmiddag een... ik heb gisteren een afspraak gemaakt voor vandaag bij Action om 2:00. Want ik ga draadloze oordopjes kopen. Dus dat zijn oordopjes die je volgens mij met Bluetooth moet verbinden. En dat is even een tijdelijke oplossing, want mijn Apple oordopjes zijn kapot gegaan. Allebei. Vorige week sneuvelde één, de rechterkant, en gisteren deed de andere het ineens ook niet meer. Dus ik heb die oordopjes gewoon weggedonderd in zijn geheel. En ik dacht, ja, maar ik wil wel oordopjes. Dus ik ga van die draadloze dingen kopen bij Action. Die zijn 10 euro, geloof ik. En hopelijk gaan die eventjes mee. Want eigenlijk wil ik heel graag AirPods kopen. Maar ja, die kosten nogal wat, dus dan moet ik even voor sparen. En het andere leuke nieuwtje is dat ik eindelijk na maanden naar de kapper kan. Deze week, zaterdag. Echt, ik kan niet wachten. Jullie weten niet hoeveel zin ik daarin heb. Sowieso, omdat ik me dus niet helemaal fit voel, mentaal, fysiek. En ik kan het wel gebruiken, zo'n oppepper. Dat is trouwens mijn horloge die piept. En ik heb die afspraak al 3 of 4 keer verzet, geloof ik. Omdat de kappers dicht waren, et cetera. Dus echt een hele ellende. En ik ben echt blij. En er gaat heel wat gebeuren met mijn haar. Ik denk van, weet je, ik weet niet hoe lang die kappers nog open blijven. Dus zolang ze open zijn, ga ik erheen en gaan we heel wat laten doen. Maar ook dan zal ik lekker gaan vloggen. Ik weet niet of ik in de kapsalon ga vloggen. Ik heb 1 keer eerder gevlogd in die kapsalon. Als je benieuwd bent naar die vlog, dan komt hier ergens een linkje. Dan kan je daarop klikken en dan kom je bij die vlog terecht. Maar ik ga jullie zeker laten zien wat het eindresultaat is. En dat laat ik ook zien door middel van een foto op mijn Instagram, Noirajas. Nou, ik ben weer op mijn school. Het is nu 11:15, dus het duurt niet zo lang meer voordat ik mijn mondeling heb. Echt, ik hoop dat het goed gaat. Ik moet dit echt halen, want ik weet niet. Ja, dan moet ik weer herkansen en daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik zit weer in zo'n hokje, net als gisteren. En ja, het is hier heerlijk rustig. Weer op de 3e verdieping. Oké, ineens vallen alle lichten uit. En er zit hier vlakbij nog een student. Niet in dit kamertje uiteraard, maar ergens anders. En die zie ik echt om zich heen kijken ook van, wat gebeurt hier? Alles is uit. Kijk dan. Oké, het is wel een beetje eng. Ja, jullie zien het niet goed, omdat het natuurlijk gewoon licht is buiten. En ik zie dat de wifi het ook niet meer doet. Volgens mij is alles gewoon uitgevallen. Oké, creepy. Maar ik bedenk me net, dat mondeling is online. Dus, nou ja, dan maar mijn 4G aanzetten en Teams op mijn telefoon opstarten. Joepie, gaat helemaal lekker weer dit. Nog 2 minuten voordat mijn mondeling begint. En ik begin echt heel erg last te krijgen van mijn darmen. Ik heb echt veel pijn. En ik denk dat ik toch best wel wat onderliggende stress heb, zeg maar. En dat is echt heel vervelend. Ik zeg nu echt heel vaak het woord echt. Maar ja, dat slaat altijd heel erg aan op mijn lichaam. Dus ja,
wat zal ik zeggen? De stroom is trouwens nog steeds niet aan. Wifi doet het niet. Dus ik moet het mondeling echt op 4G netwerk gaan doen dan maar. Nou, ik word gebeld. Bismillah. Bonjour, Yasmine, ça va bien? Oui, ça va, ça va. Et comment allez-vous? Ça va, ça va très bien. Tu as l'air très en forme. J'espère que je serai mariée et que j'avais 3 ou 4 enfants. Oh. Oui. Tiny house? Non, pas un tiny house, jamais, jamais dans ma vie. Momenteel geen elektriciteit. Er wordt hard gewerkt. Aan het herstellen. Je wil NHL standen. Il n'y a pas d'électricité. Parce que j'ai un nouveau travail, un nouveau emploi. Je préfère un quartier plus ancien, plus historique. Parce que j'aime l'histoire et ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux m'aider? Parce que tu connais la ville de Montréal et je te connais. Donc c'est plus facile. Je pense. Ouais, merci beaucoup. Ok, et merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Ok. Nou. Oh my god. Het waren dus 3 onderdelen. En het eerste onderdeel moest ik iets persoonlijks vertellen. Het tweede onderdeel kreeg ik een casus. En daar mocht ik 2 minuten op voorbereiden. En het derde onderdeel moest ik mijn mening geven over iets. Over een stelling, zeg maar. En het eerste en tweede onderdeel gingen prima. Maar dat derde onderdeel ging echt niet goed. Dus ik ben zo benieuwd wat mijn cijfer zal zijn. Ik hoop echt op voldoende. Ik moet er voldoende halen. Oh, ik heb gewoon zweethandjes ervan. Hoe laat is het? 11:30. En om 2 uur heb ik een afspraak bij Action. En die is ongeveer 10 minuten fietsen vanaf mijn school. Dus het is lekker makkelijk allemaal. Ik blijf lekker hier nog op school. Denk ik. Ondanks dat de elektriciteit uit is gevallen. En er kwam dus net een oproep terwijl ik dat mondeling had. Maar de elektriciteit is uitgevallen. Dus de lichten doen het niet. Wifi doet het niet. Niks doet het. Ik ben benieuwd of het weer gaat doen. Ik hoop het wel. Maar ja. Voor nu heb ik mijn telefoon en ik kan natuurlijk mijn video editen. Dat is super chill. En ik ga nog even wat foto's schieten. En ik heb mijn statief meegenomen. Dus ik heb genoeg te doen. Voor nu moet ik het lekker van mijn schouders af laten glijden. Dat hele mondeling. Er is nu niks meer aan te doen. En het is afwachten op mijn cijfer. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik ga hem afsluiten, want anders wordt hij heel erg lang. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En ik zie jullie heel graag terug bij de volgende video uiteraard. Vergeet trouwens niet even een duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. En abonneer op mijn kanaal, voor als je dat nog niet hebt gedaan. Ayyab, slemma!